Natalie Merchant was dat, met Jealousy. Het was een ongekende scheepsramp. De ondergang van de vloot van het Friese dorp Pezens Moddergat in 1883. En het afgelopen weekend ging een groep amateurarcheologen met kloppend hart het wat op, want daar zou wellicht één van die scheepswrakken uit 1883 liggen. Goedenavond, Klaas Wiersma. Ja, goedenavond. U bent een van die amateur-archeologen, hè, die het wat opgingen. En u bent daar. Ja. Wanneer bent u teruggekomen van het wat? Nou, we zijn vrijdagmiddag vertrokken. We zijn met een schip over het Wantij getrokken. En daar hebben we het hele weekend zeg maar op locatie overnacht en onderzoek gedaan. En we zijn zondagavond weer teruggekomen. Oké. Heel even terug naar de nacht van 5 op 6 maart 1883. Wat gebeurde er toen? Ja, dat was toch wel een bijzondere situatie. Na de winter zijn de portemonneeën leeg en moeten weer gevist worden. Er moest weer inkomen komen. En de vissersbevolking van Peersmondega die heeft uiteindelijk daar lang over nagedacht of ze zouden uitvaren. Het was gevaarlijk, maar ze hebben het toch gedaan. Het weer was goed. Maar helaas, boven Workum waar een visgronden liggen, ja, daar werd toch, ze werden zo overvallen door een zware storm. Ja. En dat heeft heel veel slachtoffers met zich meegebracht. Ja, heel veel slachtoffers, want ik zeg, bijna de hele vloot ging onder. Om hoeveel schepen ging het? Nou, er waren 22 schepen uitgevaren. En van die 22 zijn met moeite er 5 weer teruggekomen. Hmm. En de rest is vergaan. En hoeveel man zat er op één schip? Ja, dat is een beetje afhankelijk van het type schip. Maar in totaal zijn er 83 vissers omgekomen. En dat waren toch eigenlijk alleen mannelijke. De man, zeg maar. De jonge jongens tot een man, tot 65, die gingen de zee op en de vrouwen die bleven achter. Ja, en hoe hard was die klap voor Pezens Moddergat? Twee dorpjes vlak achter de dijk in Friesland. 83 mannen van een bevolking van toen, hoeveel ongeveer? Ja, ik heb het vandaag even nagezocht. Wij komen op een aantal van ongeveer 500 zielen in deze twee dorpen. Mm. En daar zijn 83 kostwinners weggevallen. En dat, er bleven 66 weduwen over. En samen met de kinderen 200 man die zeg maar in diepe droevenis achterbleven. Ja, dat is natuurlijk ook de reden dat er nog steeds over die ramp gesproken wordt. Pezens Moddergat. Ja. Maar goed, nu werd het dus heel spannend. Want u bent het wat opgegaan omdat daar een wrak zou liggen. Hè? Waar zou dat liggen? Ja, dat klopt. We zijn met onderzoek bezig en we hadden via gegevens uit 2015 vernomen dat er tussen Schiermonnikoog en Groningen een van een houten wrak was gevonden. Daar is een klein onderzoekje aan gewijd en de informatie die daaruit kwam, die gaf ons voldoende reden om daar een heel weekend aan te besteden om te onderzoeken of dit inderdaad een scheepstype is wat overeenkomt met dat van wat de vissers daar gebruikten. Ja, want wat hoopten jullie precies te vinden? Nou, de vissers die visten met houten zeilboten, zeg maar een blazer werd die destijds genoemd. Oh, ja. En van zo'n schip, dat is gemaakt van eikenhout. En daar blijft over het algemeen toch wel veel van het spanten werken. En de huid blijft over. Dat was ook geconstateerd. En wij wilden graag weten of de technische details overeenkomen met de bouwwijze van de schepen die in Pezens Moddergat werden gebruikt. Dan nu de hamvraag. Wat hebben jullie gevonden? Ja, dat is wel een hele bijzondere. Wij hebben, het is een lastig, en het is mooi, maar zeker ook een erg lastig gebied om daar te komen. Vanwege de stroming en de droogvallen en dergelijke. Dus dat heeft het nodige zoekwerk weer opgeleverd voordat we het wrak terugvonden. En het bijzondere is toch wel dat het helaas weer een meter onder het zand is verdwenen. Oh, hoe kan dat? Dus hoe kan dat? Het is zo, dat wat is een zee die sterk in beweging is qua zandbanken en geulen. Aha. Het onderzoek van 2015, daar bleek dat dat schip ongeveer voor de helft uit de noordelijke oever stak van de geul. En we hebben de foto's, de satellietbeelden bekeken en bleek dat die slenk 30 meter naar het noorden is verplaatst. Daarmee is echt het hele wrak uitgespoeld en opnieuw begraven in het zand. Oké, nou, ja. Schep erin dus, of niet? Nou, dat is helaas niet toegestaan. We zijn onderhevig aan de erfgoedwet. Dus, sinds 2016 is die toch wat strakker geworden. En dat houdt in dat amateurs niet dit soort onderzoek mogen doen. Oh, dus jullie zijn daar gewoon
onverrichte zaken teruggegaan? Helemaal niks kunnen vinden? Nou, we hebben dus geconstateerd dat het wrak dan wel op de plaats ligt. We kunnen met prikstokken kun je dus onder het zand harde voorwerpen opsporen. Okay. Daaruit hebben we geconstateerd dat het ligt 2 meter onder water en dan nog 1 meter onder het zand. Ja, dat is onderzoek, dat is toch vrijwel onmogelijk. Zeker in dit natuurgebied. En nu? Ja, nu we gaan verder met zoektocht. Want er zijn in totaal 3 schepen van de reden van de vloot van Piers Mollega dus niet teruggevonden. Er is helemaal niks meer van vernomen. Van de andere schepen, ja, die zijn aangespoeld op het strand. Er zijn wel veel slachtoffers geweest. En die zijn uiteindelijk ook begraven. Maar van 3 schepen, daar is helemaal niks meer van vernomen. En ja, er zijn dus 3 zoek. Nou, ja. We hebben nu eentje gevonden. Ja, er moeten er meer liggen. Dus wij speuren verder. En hopelijk met hulp van heel veel mensen die dat gebied goed kennen. Maar goed, van deze weet u nu dat die er ligt. Althans, als het er een is natuurlijk, van die vloot. Kan daar dan niet nu met toestemming vergunningen, stempels naar gegraven worden? Ja. Nou, ik begrijp dat Waddenzee, dat is een dynamisch gebied. Dat is als het ware allemaal drijfzand. Het is extreem moeilijk om daar dat soort opgravingen te doen. En ik denk niet dat de overheid daar zoveel geld voor over heeft om die informatie boven tafel te krijgen. Nee. Maar goed, we gaan het zeker voorleggen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente. Misschien dat die daar nog een mooi project van willen maken. Ja. Kunnen we nog even terug naar het Pezens Moddergat van 1883 of eind 19e eeuw? Ja. Wat was dat voor dorp? Was het alleen maar vissen? Hoe zat de economie in elkaar? Nou, dat was toch wel zo dat de vissers waren meestal toch wel redelijk gescheiden van de boeren, zeg maar. En de vissers die moesten het hebben van de visserij. En dat was eigenlijk alleen maar mogelijk in de periode dat de zee dusdanig bevaarbaar was. Dat het tenminste aanvaardbaar risico was. Ja. Dat hield in dat winters hadden ze eigenlijk geen werk. En dat hield gewoon niet over. De vis die werd natuurlijk verkocht in de omgeving. Maar het was beslist geen vetpot. Nee. Daarnaast is het zo dat die dorpen toch wel redelijk toch enigszins gesloten culturen zijn. Dus men was al heel erg op zichzelf aangewezen. En ja, men moest er zelf zien te bedrijven in die moeilijke tijden. Ja, en dan als dan zo'n ramp je overkomt, ja, dat hakt er natuurlijk enorm in. Dat heeft tot veel ellende geleid. Ja, precies. Nadien. Want het was dus al een hele wankele mono-economie. Als daar dan zoveel arbeidskracht opeens wegvalt, wat deed dat met het dorp? Nou, dat is onbeschrijfelijk wat voor ellende dat met zich mee heeft gebracht. Want ja, er was geen sociale voorziening zoals we dat nu kennen. Er is wel een grote oproep geweest, een nationale oproep zelfs tot het doen van donaties. Dat was destijds al redelijk gebruikelijk. Huh? Er is via hetzelfde Leidse Dagblad zijn oproepen gedaan om zeg maar hun berichtgeving over te nemen. En werden alle Nederlanders opgeroepen om geld te geven. En uiteindelijk is met dubbeltjes en kwartjes en stuivers er zijn zelfs kermissen georganiseerd en theekransjes en alles moest geld opbrengen voor deze mensen, voor deze slachtoffers. En uiteindelijk is daar 135.000 gulden opgehaald. En dat geld, dat was ten goede voor de weduwen en de wezen om die weer wat bovenop te helpen. Ja, maar dat was 135.000 gulden in 1883, dat was een enorm bedrag, toch? Of niet? Dat was inderdaad, dat was een enorm bedrag. Van dat bedrag, daar hebben ze onder andere weer een deel van de vloot kunnen bergen en kunnen herstellen. Aha. Er was alleen één probleem. Er waren geen vissers meer beschikbaar in het dorp. Dus dat heeft tot jaren daarna, zeg maar, tot grote problemen geleid voor het inkomen van de wijk. Want zijn er toen mensen van buiten gehaald die nieuwe boten zijn gaan varen? Of? Nou, uiteindelijk zijn er natuurlijk mensen vanuit de omgeving die daar toch een broodwinning in zagen. Zijn hebben dat opgepakt. En meestal waren die schepen eigendom van verschillende families. Soms zelfs van notabelen uit het dorp. Of van bijvoorbeeld de stad Dokkum, wat daar in de buurt ligt. Ah. Is bekend dat die ook deels eigenaar waren van die schepen. Ja, en die zochten gewoon bemanningsleden uit andere dorpen erbij. En wat doet men nu in Pezens Moddergat? Nou, daar wonen nog steeds vissers. Die vissers hebben dan hun boten niet meer vlak achter de dijken liggen, maar die liggen dan in Lauwersoog. Ja. En daarnaast is natuurlijk ieders mobiliteit veel beter geworden met de auto. Dus ik neem aan dat de meesten een baan hebben gevonden in de omgeving. En laat me raden, je kan er ook wat lopen.
Je kunt er zeker van het lopen. En er is ook een heel mooi museum, het Museum het Vissershuske, wat ook aan dit onderwerp een prachtige mooie tentoonstelling heeft gewijd. Dus dan nodig iedereen vooruit. Ga ik eerst naar dat zwembad en dan ga ik naar Peesens Moddergat. En daarover de dijk nog even zwemmen. Hartstikke goed. Hartelijk dank, Klaas Wiersma. Dit was het Oog. Morgen ziet hij Koen Verbraak. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.